Als je medicijnen gaat gebruiken, dan wil je natuurlijk dat ze veilig zijn. En waar haal je je informatie? Steeds meer mensen zoeken op internet naar heldere, duidelijke, onafhankelijke informatie over medicijnen en over medicijngebruik. Vanaf vandaag gaan 4 partijen daarin samenwerken in het netwerk patiënteninformatie. Heel nuttig. We gaan eens even vragen hier op straat hoe mensen denken over medicijngebruik en hoe komen zij aan hun informatie. Als ik vragen mag, als u medicijnen gebruikt, hoe zoekt u dan uw informatie op over die medicijnen? Ik lees meestal wel de bijsluiter die bij het in het doosje komt. Internet. Meestal krijg ik dat gewoon van de apotheek en van de huisarts. Nou, meestal doe ik dat via mijn arts. Dan wel via internet, hè, om te kijken wat voor zo'n medicijn ik slik. En heeft u dan een vaste site waar u begint te zoeken? Of hoe doet u dat precies? Nou, ik denk dat ik moet bekennen dat het gewoon Google is. En dan check wel van of het geen reclamesites zijn van medicijnfabrikanten. Maar bijvoorbeeld van een verzekering die je geeft van een soort thuisdoktersite of zo. Dat vind ik dan wel betrouwbaar. En ik kijk ook altijd naar wat de ervaringen zijn van het medicijn, hoe het bevalt. Ik gebruik Google eigenlijk. Het beste denk ik dat je naar de reviews kan kijken van wat mensen er zelf van vinden. Dus wat de ervaringen zijn van de medicijngebruikers. Ja, meestal krijg ik het door via de apotheek en dan zoek ik het op via Google. Dichtbijzijnde winkel waar ik het kan afhalen. Nou, sowieso vergelijk ik websites. En vaak kom je ook wel, als je wat verder zoekt, uit op de site van de dokter zelf. Van de huisarts zelf, van het ziekenhuis of weet je, van het ministerie, dat soort dingen. Zo zie je maar weer. Mensen komen op verschillende manieren aan hun informatie over medicijngebruik. Soms van de overheid, soms van andere partijen. En een aantal van die partijen gaan nu samenwerken, zodat het nog makkelijker wordt om duidelijke, heldere, objectieve informatie over medicijngebruik te vinden. Lijkt me superhandig.